Hallo kijkers van Noordgoed TV. Ik ben Ravi en leuk dat je weer kijkt naar deze uitzending. In deze uitzending hebben wij... Mitch, Nander en Yuri hebben een item gemaakt over voetbalklas. De kantinetest met Lara en Fabienne. Een rondleiding van Mike. Vandaag beginnen wij de uitzending met de kantinetest van Lara en Fabienne. Lara, waar ben jij nu? We zijn nu in de aula en zijn op weg naar de kantine voor de kantinetest. We gaan kijken wat ze verkopen en we vragen aan de leerlingen wat ze ervan vinden. We zijn nu binnen en gaan op zoek naar de kantinejuffrouw. Wat wordt er nou het meest verkocht? Het meest verkocht wordt wat er in de aanbieding is. Per dag is dat verschillend. Vandaag is dat broodje gezond of een panini. En wat vinden de leerlingen het lekkerst? Ja, de wrap met kip en kaas vinden ze erg lekker. En de gewone broodjes. Wat is er vandaag in de aanbieding? Vandaag zijn broodjes gezond voor een euro. En die moet ik alvast klaarmaken, want het gaat heel hard in de pauze. Wat vinden leerlingen van de kantine? Leerlingen komen hier graag. Ze komen wel eens tussendoor voor een praatje te maken of gezellig aan de balie te staan. Dus ik denk wel dat ze het leuk vinden hier. Bent u een leuke kantinejuffrouw? Ik denk het wel. Ik probeer leuk te doen. Ik probeer gezellig te zijn met de leerlingen. Maar ja, je moet eigenlijk aan de leerlingen zelf vragen wat hun ervan vinden. Dat gaan we dan maar even doen. Ze zijn wel aardig. Maar... ze zijn heel erg aardig. En ze worden niet heel snel boos als er wat verkeerd gaat of zo. De kantinejuf is altijd wel aardig en lief. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Aardig. Aardig. Wat vind ik van... oh, ik vind haar super aardig. En ze helpt altijd heel snel. Ik vind haar wel aardig. Ja, aardig, zei ze wel. Aardig. Nou, volgens mij vinden de leerlingen de kantine hier wel aardig. Ik vind hem zeker wel lekker. Ik geef hem denk een 7. Dat weet ik eigenlijk niet, want die heb ik nog niet gegeten. Ik heb hem nog nooit geprobeerd. Ja, ik vind het wel goed. Ik zou het wel een 8 geven. Nou, ik hou niet zo van wraps, dus ja. Een 7. De wrap met kip scoort een 7,3. Lekker. De broodjes worst vind ik wat minder. Ik geef het denk een 6. Ik heb ze nog niet gehad. Ik eet alles. Een 7. 8. En lekker. Nou, ik zou het een 7,5 geven. Ik vind ze wel lekker. Want het is best wel lekker. Ja, ook wel een 8. Een 9. Ah, ik vind hem wel lekker. Ik denk een 8. De broodjes worst scoren een 7,6. Die vind ik ook heel lekker. Panini's zijn lekker. Die geef ik een 7,5. Ja, ik vind ze persoonlijk niet heel erg lekker. Ik wel. Ja, jij wel. Maar ik zou ze 6 geven, want ze zijn wel te eten, maar ik vind ze niet lekker. Dat is wel een 10. Heerlijk, 9. Een 10,5, want die zijn gewoon heel erg lekker. Ja, panini vind ik het lekkerst, dus die geef ik wel 9. Omdat die super lekker zijn. Ik vind hem lekker en ik denk dat ik hem een 9 geef. En de panini scoort een 8,7. Dat was de kantinetest van Lara en Fabienne. Ik zit nu in het brugklaslokaal, hier chillen bijna alle bruggers. Voetbalklassers chillen hier ook vaak. Mitch, Nander en Yuri hebben een item gemaakt over voetbalklas. Kijk mee. De leerling op school bij Noordgoof. Ja, hartstikke leuk. Super fanatiek. Heel gretig. Zitten allemaal op voetbal. Hebben er heel veel zin in. Ik denk dat een heel leuk klasje bij elkaar. Als je de ruimte ziet om actie te maken, moet je wel maken. Ik vind voetbal zeg maar het leukste wat er is en ik wou gewoon het liefst beter worden in voetbal. Ja, ik zit op voetbal en ik vind het een hele leuke sport en meer oefening zeg maar voor een hogere club. Ja, ze doen het goed. Ze doen het goed. De goede helpen de mindere en de mindere doen soms zulke goede dingen dat je denkt, goh, eigenlijk zijn ze helemaal niet meer de mindere. Ik vind het superleuk, allemaal hele goede voetballers. En het is ook wel wat professioneler door zo'n trainer erbij. Hij traint natuurlijk ook bij Sparta, dus dat is wel een goed teken, toch? Ik vind hem een hele leuke trainer. Ik vind hem ook een goede trainer. Hij helpt ons heel goed, ja. Ik vind hem een hele goede trainer.
is niet als je op de grond ligt dat er gelijk een ambulance wordt gebeld. Maar het is gewoon opstaan en doorgaan. En dat vind ik heel goed. Wat ik ze probeer te leren, ik probeer ze vooral inzicht in voetballen te helpen ontwikkelen. Dus het gaat niet alleen om hoe je de bal raakt of dat je toevallig zo mooi in de kruising kan schieten. Maar het gaat er ook om of je weet wanneer je welke paas het beste kan geven. En naar wie. Zoals je ziet chillen hier heel veel mensen. Maar dit is niet het enige lokaal. Daarom gaat Mike een rondleiding geven door de school. Kijk mee. Hallo mensen van Noordgo TV. Vandaag gaan wij een rondleiding geven door het Noordgo College. Let's go! We zijn nu dus in het Noordgo College bij de net nieuw aangepaste aula. Hier is het geschiedenislokaal. En dan gaan we nu verder naar de aardrijkskundelokalen. Dan gaan we nu naar de eerste verdieping voor de Engelslokalen. Oké, dus zijn we hier nu aangekomen bij de Engelslokalen. Maar dan komen we hier bij het volgende taalvak, Duits. Dan zijn we hier bij de Spaanslokalen aangekomen. En dan zijn we hier aangekomen bij de personeelskamer. Dan gaan we nu verder naar de Nederlandslokalen. En dan zijn we hier aangekomen bij de wiskundelokalen. Dan zijn we hier nu onder andere bij het dyslexielokaal, waar je bijvoorbeeld je toets kan inhalen of je toets kan maken als je dyslexie hebt. Dan komen we hier bij alle scheikundelokalen. Dan komen we nu aan bij de biologielokalen. En dan komen we nu aan bij mijn persoonlijke favoriete lokaal, het technatiumlokaal. Dan zijn we hier nu aangekomen bij het meeting point, waar onder andere de kantine ook bij zit. Oké, we gaan nu naar de expressielokale die ook hier zitten. En dan komen we hier aan bij het Bruggerlokaal. Dit was de rondleiding van Mike. Misschien ben je ook wel op Noordgo geweest tijdens een van onze open dagen. Goedemorgen, ik ben Johan van der Plas. Leuk dat jullie er zijn. En als u daar naartoe gaat, dan wordt alles uitgelegd. Ik heb een tasje voor je, zit een pen in. En dit is een routeboekje. De route begint als je hier rechtdoor gaat. Dan zie je vanzelf de pijlen staan. En op de achterkant staat een plattegrond van de school. En als je hier links door de grote deuren de aula in gaat, kun je jas ophangen en er is wat te drinken. Ik wil zo'n platformpje maken net als hem en dan er iets in schrijven of zo. Wat vind je van het Noordgo? Nou, van nu te zien vind ik het een hele leuke school. En ja, ik twijfel nog wel, maar het lijkt me echt een superleuke school om hierheen te gaan. Wat ben je vandaag aan het doen met deze leerlingen? Ik ben de leerling aan het helpen met handvaardigheid om een naambordje of zo te maken. Nou, dit is het handvaardigheidlokaal. En leerlingen die zijn hier bezig met klei. Ze gaan een kleitegeltje maken, een onderwaterlandschap. En ik heb dat eerst uitgeprobeerd met mijn eigen klas. En die vonden dat heel leuk, dus die wilden daarbij helpen. En die zijn dat nu aan het leren aan de anderen. Nou, het is best wel leuk. Nou, ik vind het mooi en gezellig. En ik denk wel dat ik hierheen ga. Ik vind het leuk. Ik ben hier best wel vaak. Dat komt ook vooral door de voetbal. Maar ik vind het ook leuk om op deze school te zitten, omdat het ook heel veel mogelijkheden heeft om dingen te doen. Ja, het is een hele mooie school. Ik vind het wel mooi. Ik vind het een gezellige school. Het ziet er mooi modern uit. We zijn hier aan het photoshoppen. We proberen onze portretten te veranderen en er allemaal dingen op ons hoofd plakken, waardoor we net iets anders zijn dan normaal. Foto, die gooi je in Photoshop. En dan heb je allemaal gekke dingen die je op je foto kan doen. Tot nu toe hoor ik alleen maar enthousiaste reacties. Zijn het leuke foto's geworden? Ik vind ze ontzettend leuk, ja. Misschien dat je zo meteen even met de camera rond kan lopen, kan je even wat shots nemen van de schermen en dan kan je het zien. Maar ik vind ze wel leuk, ja. Dat je heel veel dingen verschil kan doen, maar dat kan wel bij alle scholen.
Maar hier zijn ook precies de dingen die je kan doen bij elkaar, zeg maar. Nou, ik vind de vakken hier leuk en ik heb hier ook een expressieles gevolgd. Voetbal bijvoorbeeld en robots en zo. Het leukste hiervan is dat je ook wel bekende mensen hier ziet en dat het handig is uitgelegd van je staat nu hier en dat soort dingen. We bieden heel veel aan, hè? Sport, expressie, we hebben technasium. We willen graag werken aan het ontwikkelen van jonge mensen. En dat heet dan vaardighedenonderwijs. Dat is een heel moeilijk onderwerp, een heel moeilijk woord. Maar wat we eigenlijk proberen te doen is telkens maar leerlingen in een nieuwe situatie brengen, zodat ze weer op een andere manier kunnen leren. Dit was de open dag. Ik denk dat jullie allemaal Enzo Knol wel kennen. Wij hebben ook een Enzo Knol op onze school. Ze heet Fabienne van Dijk. Ze heeft een vlog van ons gemaakt. Kijk even mee. Hoi en fabulous dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, je hoort het goed, een nieuwe intro. Ik ga zo meteen naar school. Ik laat nu even de outfit of de day zien. Ik zie haar in alles, zij moet het nog zien. Zij geeft mij een 7, ik geef haar een 10. Dus zijn we gemeen. Nou, ik ben nu op de fiets. Ja, ik wacht op Lara, want die staat daar zo bij het bruggetje. Dus misschien zie ik er straks al staan. Want ik ben er bijna. Ik loop, maar zolang zij naar me lacht, is er voor mij nog hoop. Want zij is de wereld. En door haar lijk ik veel leuker dan ik ben. We moeten naar de les. Ik denk dat ze al begonnen zijn, want het is best wel heel erg laat. Ja. Misschien zijn we te laat, ik weet het niet. Dames, jullie zijn te laat. Ja, sorry. Ja, verschil niet voor jou. Oké. Okay. Oh, dat is mijn tweede al. Dit is bij mij mijn eerste. Ik heb 1 ongeldig gehad, maar dat was omdat ik niet zo lekker werd. Ik werd helemaal niet goed. We staan nu bij de leerlingenadministratie en we krijgen straks een te laat briefje. We komen net van de leerlingenadministratie en we hebben een briefje. Ja, allebei. Ja. Ach, maar ja, kan gebeuren. Ja, dankjewel. Zit jullie eerst of niet? Nee, mijn tweede. Mijn eerste. Oké, nou ga gauw zitten en start de computer maar op. Ja. Zoals je ziet, ik ben nu net thuis. Ik heb lekker mijn onesie aangetrokken. Het regende namelijk en ik was helemaal doorweekt toen ik thuis kwam. Dus ik dacht, ga lekker voor de buis zitten met chocomel en in mijn onesie. Ik ga zo meteen even aan mijn huiswerk, want ik heb nog wel wat huiswerk helaas. En ik weet, we gaan vanavond nergens heen. Ik ga zo meteen naar de tennis en dit is wat ik aan heb. Ik ben nu thuis. We gaan zo meteen even eten. Dus ja. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Hierbij sluit ik de vlog af. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg! Dit was de vlog van Fabienne. Daarmee eindigt ook onze uitzending. Ik zie jou graag een volgende keer.